Het is vandaag vrijdag 23 augustus. Precies 25 dagen geleden hebben we hier een TBA uitgevoerd, een totale broedafname van deze kast en van die kast. Het staat er ook op, 2907 TBE. Dat is de Duitse term, TBA, de Nederlandse term. Daar heb ik nu 3 video's van gemaakt. Die kun je terugkijken op het YouTube kanaal. En vandaag gaan we kijken hoe het volk erbij zit. Nou, 25 dagen geleden, dat betekent dat toen we al het broed eruit hebben gehaald die bij je eerst moesten gaan bouwen en de koningin waarschijnlijk na 2, misschien 3 dagen de eerste eitjes is gaan leggen. Zowel in die kast als in die kast. Tel daar 21 dagen bij op, want zo lang duurt het voordat een ei een bij wordt. Dan zouden vandaag dus de eerste bijen uitlopen. Gisteren en vandaag de eerste bijen uitgelopen kunnen zijn. Dat gaan we bekijken. Betekent ook dat we nu eigenlijk op een dieptepunt van het volk zitten. Het volk heeft al haar energie gestopt in het aanleggen van een nieuw broednest, het uitbouwen van al het raad. Dat kost heel veel energie en dat betekent dat bijen ook sterven, maar er kwamen geen jonge nieuwe bijen bij. Dus de terugloop van de bijen is nu eigenlijk het grootst. Vanaf nu worden er weer bijen geboren en zal het volk weer gaan groeien. Vergelijkbaar met de voorjaarsontwikkeling of met een ontwikkeling van een zwerm. Eerst teruglopen en pas als de broed die is aangelegd uit gaat lopen, neemt het volk weer toe in kracht. Dat gaan we vandaag bekijken. We kijken ook naar de broedaflegger. In tegenstelling tot wat ik normaal doe, heb ik op verzoek van een volger de koningin hierin laten zitten. Dus dat betekent dat deze zelf een koningin mochten grootbrengen. Dat zijn geen hoogwaardige koninginnen. Zo'n volk is niet een supergezond volk. Die hebben alle varroa's. Die hebben weinig bijen in het begin. Juist in het begin maken ze die koningin. Wordt die larf gevoed. Maar we gaan toch kijken hoe dat zit. Dat was een vraag of dat kan. Ik denk dat het kan. We gaan het zien. Als dat niet gelukt is, omdat die koningin niet aan de leg is gekomen of onderweg in haar bruidsvlucht verloren is gegaan, dan plaatsen we een koningin. Ik heb een koninginnetje bij me. Dan plaatsen we een koningin en dan gaan we die koningin gebruiken om hier nog een volk van te maken. Om te laten zien dat je ook in augustus nog een winterklaar volk kunt maken. Hier staan nu 2 bakken op. 1 bak gaat eraf. De tweede bak was gedeeltelijk gevuld met ramen uit de broedaflegger. En gedeeltelijk had ik hier een aantal voerramen ingestopt die ik kwijt moest. Die had ik bij me en nou ja, dit is dan een goede bak om ze even op te slaan. Nu wil ik ze kwijt. Hier staat nog een honingkamer op boven een plank. Die halen we eraf en de voerbak. Dus straks komt de voerbak hier op de onderste bak en dan is die eigenlijk klaar voor de winterstand. Had een mooie beestjes onder het dak, in dit geval een mooie mot. Een nachtvlinder. Als je even in de kast kijkt, dan zien we dat alle straatjes redelijk bezet zijn met bijen. Maar dat er hier aan de buitenkanten eigenlijk nog maar weinig bijen zitten. Dus de bijen hebben de energie nodig om dit broed te verzorgen. Om het huishouden wat hier plaatsvindt uit te voeren. We hebben ze voldoende voer gegeven. Het eerste raam is een mooi voerraam. Ook geen broed meer. Wij hebben ook niet de energie om hier dan nog weer broed aan te leggen. Zo, ik draai het raam om. Maken ze een mooi recht. Dus het eerstvolgende raam een broedraam. En daar zien we precies wat ik bedoel. We hebben een prachtig broednest. Een mooi rondvormig broednest. Hier een mooie voerkrans. En de eerste bijtjes zijn aan het uitlopen. Je ziet dat de koningin hier begonnen is. Het is de eerste broedcyclus geweest. Dus gisteren en vandaag zijn hier de eerste bijtjes geboren. En nu worden de bijen in de tweede broedcyclus zoals hier geboren. Dus vandaag zal al dit broed uitlopen. En dan zal die kast eigenlijk voller met bijen zitten. Aan deze kant hebben we natuurlijk hetzelfde fenomeen. Ook hier zien we uitlopende bijtjes. Dus dat klopt met onze kalender. En eigenlijk hoeven we hier nu helemaal niet meer verder te kijken. Voor de film laat ik jullie eventjes snel wat ramen zien. Dus dit is het volgende raam. Ook vol met eitjes. En larfjes. Daar zijn de bijen misschien wat uitgelopen. Derde raam. Dus dit was allemaal kunstraad.
En we zien heel weinig bijen. Net genoeg bijen om het broed te verzorgen. Ja, ook hier is alles weer volgelegd met eitjes. Dus ja, die koningin die wil graag. Maar die kan niet meer leggen dan dat het de bijen kunnen verzorgen. Soms legt ze dan ook wel wat meer, want weet zij veel. Maar dat ruimen de bijen dan weer op. Die bepalen hoeveel broed er is in het broednest. Het is natuurlijk altijd een wisselwerking. Maar hier zien we wat stuifmeel in het volk. Dus alles wat nodig is om succesvol te zijn, is er. Dus dat laten we maar gewoon eens even mooi doorlopen zo. En we houden dit op 2, 4, 6 ramen. Ik ga ook geen ramen toevoegen. Ik sluit de boer weer snel af, dat ze de boer goed warm kunnen houden. Maar dit ziet er gewoon heel goed uit. Dit volk zal, nou laten we zeggen, 10 dagen er heel anders uitzien. Dan zitten alle ramen vol met bijen. Dan maken ze alweer een nieuwe broedgang. Maar de bijen die nu de jonge bijen gevoed hebben, die zijn op. Die kunnen niet meer. Die zijn afgesleten. Die zijn uitgewerkt. Die zijn aan hun pensioen toe. En dat betekent dat de volgende generatie bijen ook weer hard moet werken. Want er is weinig overlap tussen die generaties met bijen. We hebben hele oude bijen en we hebben nu superjonge bijen. Pas in de volgende generatie, dus de tweede broedgang, dus over weer 21 dagen... Dan pas ontstaat er een harmonie in het volk waarbij het volk echt flink kan gaan groeien. Maar dat laat ik jullie allemaal zien. Op naar de tweede volk. In dit overzicht zie je een schatting van hoe dit bijenvolk ervoor staat. Ik heb per raam het aantal broedcellen geschat en het aantal bijen geschat. En dat even getotaliseerd. Dus in het eerste raam zat geen broed. Het tweede raam zat 5000 cellen broed. Derde raam 6000. Vierde 5000. Vijfde raam 5000. En het zesde raam weer niks. En dat heb ik ook gedaan voor het aantal bijen. Die zie je ernaast staan. Dan zitten er natuurlijk ook nog wat bijen op de zijwand. En er waren wat vliegbijen. In totaal kom ik dan op 6000 bijen op 21.000 cellen broed. Dus als ik dat even afzet tegen het aantal huisbijen, dat betekent dat elke bij op dit moment 4 broedcellen verzorgt. Nou, dat is ongeveer het maximale dat een bijenvolk aan kan. Dat is ook fase waarin broed snel kan afkoelen of minder gezond is, ziektes kan oplopen. Dus dit is echt een kritieke fase in het bijenvolk. Als er nu een ramp gebeurt, een koude inslag of een enorme regenbui waarbij alle vliegbijen verdwijnen, dan is dat direct een grote klap voor het volk. Dat zijn klappen die ze normaal goed kunnen opvangen, maar in deze fase van de ontwikkeling niet. Dit is het tweede volk waar we een TBA mee hebben gedaan. Dit volk was ietsje sterker, had iets meer bijen om mee te starten. Nou, dat zie je ook gelijk. Er lopen gewoon meer bijen aan de buitenkant, hier aan de randen. Dus daar is meer energie beschikbaar in dit volk. Om broed te verzorgen, om ramen uit te bouwen. En dan zien we dan ook direct aan het buitenste raam een wat groter broednest. Hier zien we volop eitjes, dus ik denk dat hier dit broednest al helemaal uitgelopen is. En we zien hier ook jonge bijtjes lopen. Ja, zoals die. Ze zijn allemaal net geboren. En de volgende cirkel die uit zal lopen zal dit gedeelte zijn. Dit is dus het derde broedraam. Ziet er allemaal prima uit. Mooie voerkrans aan de bovenkant. Komt blijkbaar ook wel wat binnen. Hier zien we ook weer. Dit was de eerste broedgang van de koningin. De tweede broedgang van de koningin. En de derde broedgang van de koningin. En je ziet die eerste broedgang loopt nu, is uitgelopen. De tweede rondgang van de koningin loopt nu uit. Daar zie je allemaal uitlopende bijtjes. En dit is eigenlijk nog jonge broed. Hè? Als je deze openmaakt, dan zul je zien dat heel jong broed is. Ik weet niet of dat scherp wordt. Ik denk niet dat hij... Ja, wel? Oké. Okay. Dus dit is het roze ogenstadium, bijna tegen het paas aan. Dus deze duurt nog zeker
8 dagen, 7 dagen voordat hij uitloopt. En hier heb je volwassen broed. Kijk, hier heb je bijen die uitlopen. Zie je, dit bijtje gaat er al uitkomen. Dus dit duurt nog 1 of 2 dagen voordat deze allemaal uitlopen. Dan hebben we het vijfde raam. Volledig uitgelopen. Helemaal vol opnieuw gelegd met eitjes. Dus ook hier hebben we weer veel jonge bijen al. Dus dit is 25 dagen. Hier zien we de koningin ook lopen. Hier, dit is 25 dagen. Dat betekent dat als je daar 21 dagen aftelt. En dit is gisteren helemaal uitgelopen. Hè? Dus dat is dan 24 dagen. Minus die 25 dagen dat we hadden. Dus dat betekent dat na 3 dagen was dit raam helemaal belegd door de koningin. Na de totale broedafname. Dus moesten ze bouwen. En nou ja, na 3 dagen legt ze dan haar eerste eitjes. Het is dan het laatste raam. Ook weer jonge larven. Dus dit duurt ook nog een weekje voordat dit uitloopt. Nou, ook dit volk ziet er prima uit. Maar is ook nog niet sterk genoeg om uit te breiden. Voer is er ook nog voldoende. Ik ga ook niet voeren. Want dan zou ik het broednest eerder opsluiten. Voor de komende dagen wordt prachtige dagen. Dus ze zullen ook nog wel wat vinden. Dat zie ik ook aan de hoeveelheid voer die erin zit. Nou zijn er weinig vliegbijen. Dus ze kunnen niet heel veel halen. Maar volgende week maken we een nieuwe video. Kijken we verder. Voor een week hebben ze meer dan genoeg voer. Op naar de broedaflegger. Bij dit volk zien we zelfs een verhouding van 5 broedcellen op 1 huisbij. Nog meer dan het vorige volk. Dit is de broedaflegger. Dus hier hebben we de ramen met broed uit de 2 TBA's ingehangen. Met wat aanzittende bijen. Daar hebben we van een honingkamer nog wat bijen bij gedaan. En dat er voldoende bijen zijn om vooral die eerste dagen het broed te verzorgen. Want dat broed loopt uit als een gek. Hè? Je hebt hier zomaar 12 ramen broed inhangen. Dus daar komen heel veel bijen worden daar geboren. Dat zijn vaak wel wat ziekere bijen, omdat daar zit natuurlijk het merendeel van de vrouwen ook in. Na een paar dagen heb je meer dan genoeg bijen in die kast om de boel goed te verzorgen. Daar heb ik nog later wat voerramen ingehangen, want die moest ik even kwijt. Dus dat volk kon mooi die voerramen voor mij schoonhouden. En ik had daar nog in mijn bus een honingkamer met wat mini plusramen staan. Die moest ik ook even kwijt, die heb ik er ook bovenop gezet. Daar heb ik nu weer een bijenuitlaat tussen gezet. Dus deze bak is leeg, die kan naar de auto. En deze bak wil ik eigenlijk terugbrengen naar 1 bak. Ga kijken of dat gaat lukken. Dus we gaan hem eerst maar eens ontleden. De voerbak er even af. Zo. Mini plus. Nou, die is inderdaad helemaal leeg. Dus het zijn mini plus raampjes. Die kan ik dan aan elkaar klikken. En dan past dat in een honingkamer. Dus 2 mini plus raampjes zijn dan een honingkamerraam. Dat is eigenlijk de reden waarom ik voor de Danblad heb gekozen. Dat ik veel met Mini Plus doe. Dus dan kan ik die ramen makkelijk opslaan in grote bakken. Die kan ik laten uitbouwen door grote volken. Die kan ik laten vullen met suiker door grote volken. Nou, dan hebben we in de bovenste bak zit al goed wat bijen. Je mag wel even wat dichterbij komen. De grote bak zit al goed vol met bijen. En daar is, als het goed is, al het broed uitgelopen. Misschien nog een her en der een darrenbroedje, maar dit darrenbroed is helemaal weg. Het is allemaal voer nu. Was misschien ook al voer, want ik heb hier ook voerramen ingehangen. Volgens mij zitten hier nog wat broedramen. Maar dit zijn allemaal voerramen. Dus dit sla ik eventjes wat sneller over. Deze even bekijken. Ook allemaal voer. Ik zie ook open voer. Ook open voer. Ah, daar zie ik... Nee. Ik wou zeggen, daar zie ik nog een paar broedcelletjes, maar nee. En ook hier zat darrenbroed op, dat weet ik zeker. Ook dat is allemaal uitgelopen. Niks, geen darrenbroed meer. Alle bijen, maar ook alle vroa's zijn uitgelopen in dit volk. Wat ik dan vaak doe, is dat ik even... Stap eens die kant op. Dat ik dan op de bijen kijk... Of ik daar ook vroa's zie lopen of dat ik zieke bijen zie. Zieke bijen zijn bijvoorbeeld kleine bijtjes. Bijen die trillen. Bijen die kaal zijn. Bijen die doelloos rondjes lopen. Dat zie ik eigenlijk niet. Ik zie weinig zieke bijen. En ik zie hier wel uitgebeten doppen.
Hier, dit is een koninginnedop geweest. Dit is het restantje daarvan. Dit ook. Dus waarschijnlijk loopt er een jonge koningin in dit volk. Misschien is ze zelfs al op bruidsvlucht geweest. Dat zou erg snel zijn, maar het kan. Een bij doet er 21 dagen over om volwassen te worden, maar een koningin maar 16. De ontwikkeling van een werkster duurt 21 dagen. 3 dagen in het eistadium, 9 dagen in het larvale stadium en 12 dagen als popstadium. De ontwikkeling van een koningin duurt slechts 16 dagen. Ook weer 3 dagen eistadium, dan 5 dagen larvaal stadium en 8 dagen popstadium. 3 plus 5 plus 8, 3 plus 5 plus 8 en de koningin toont haar pracht. We denken vaak ook dat koninginnen geavanceerdere bijen zijn dan de gewone werkbij, maar het omgekeerde is natuurlijk waar. Een koningin is een minderwaardige bij. De werkbijen zijn de hoogwaardige bijen. De koninginnen zijn de minderwaardige bijen. De koninginnen zijn minder goed ontwikkeld dan de werkbijen. De werkbijen, dat zijn de goed ontwikkelde bijen. Dat zijn bijen die alles kunnen. Die kunnen was produceren, die kunnen voedersap produceren, die kunnen poetsen, die kunnen ongelooflijk veel. Ongelooflijk veel, honderden verschillende taken kunnen honingbijen. Helaas koninginnen niet. Die kunnen voornamelijk heel goed eitjes leggen. En we denken dan vaak dat zo'n koningin, omdat ze zogenaamde royal jelly krijgt, een beter ontwikkeld dier is. Maar dat is niet zo. Het enige wat beter ontwikkeld is aan de koningin, is haar voortplantingsorgaan. Zijn haar eierstokken en de spermatheek waarin ze het sperma kan opslaan. Verder heeft ze eigenlijk veel minder functies en mogelijkheden dan de werkbijen. Dus denk niet te min over onze bijtjes. Dat zijn de echte kampioenen. Niet onze koninginnen. Nou, plekken. Nou, dit is de onderste bak. We gaan kijken wat daar de situatie is. Daar verwacht ik ook de meeste bijen. Daar hing ook het meeste broed. Nou, je ziet hier nog een aantal darren. Ze zijn nog wel wat darren. De darrenslacht is begonnen, maar ze hebben zich nog niet allemaal overgegeven. Niks bijzonders te zien. Normaal sproei ik nu het volk ook direct een keer in. Dat doe ik nu niet, want ik heb het al 2 keer gedaan. Nou, en hier zien we de uitgelopen doppen. Dus ze zijn zeker koninginnen geboren. Dus eens kijken of we hier een jong koninginnetje kunnen vinden. Roep maar als je het ziet. Dan krijg je bonuspunten. Ook hier is een koningin uitgelopen. Of weggevreten door de andere koningin. Dat kan natuurlijk, hè. Doodgebeten en dan ruimen de bijen die cel op. Misschien is er zelfs wel een zwermpje afgegaan. Ik heb blijkbaar meer doppen laten staan dan dat ik dacht. Ik dacht 2, maar ik heb nu al 4 uitgebeten doppen gezien. Hier zie je ook hele oude bijen, hè. Zoals die. Zo'n volk wordt natuurlijk ouder en ouder en ouder, dus er wordt ook tijd dat daar nieuwe baby's geboren gaan worden. Nou, ik zie heel weinig varroa-schade, maar ook heel weinig varroa's. Dus die behandeling is al goed geweest. Er is nog geen broed, dus al die varroa's moeten op de bijen zitten. Even op zoek naar de koningin. We kunnen ook even kijken of we al broed zien. Nou, we hoeven helemaal niet te zoeken, want dit raam zit helemaal vol met eitjes. Dus daar loopt zeker een koningin. Ik weet niet of het zichtbaar is. Even de bijtjes aan de kant doen. Ik denk dat het moeilijk te zien is, maar
Ik zie dit raam helemaal vol met eitjes liggen, dus we hoeven eigenlijk helemaal niet verder te kijken. We gaan dit volk terugbrengen naar 5 ramen. 5 van deze oude ramen zonder broed. Of ja, natuurlijk nemen we ramen uit, koningin. Ja, daar loopt ze, onmiskenbaar. Nou, laten we haar dan ook gelijk even merken. Merkspul bij me, dus waarom ook niet. Nou, ik vind haar heel mooi. Ze is echt mooi dik, mooi groot. Dus voor een koningin die in een armoedig volkje geboren is, hè, want dat is een broedafleggertje, is ze gewoon heel goed gelukt. Ga ik vanaf de buitenkant ga ik ramen weghalen. En nog geen broed. Dat is wel een redelijk raam, die wil ik graag inlaten. Dit raam is een lelijk raam en een darraad, die mag eruit. Dat is 1. Hier komt dan dadelijk ons kantraad. Dan gaan we naar dit raam. Dat is ook een lelijk raam, zonder broed. Mag er ook uit. Zo, ja, een heel lelijk raam zelfs. Nog zo'n lelijk het. Nog geen broed. Mag er ook uit. Dan hebben we nu 2, 4, 6, 8 ramen. Die laat ik erin. Denk ik. Tenzij het echt... Ja, nee, deze wil ik er ook uit. Wat een vies raam. Dit zijn allemaal oude 4.9 ramen. En die hebben ze niet mooi uitgebouwd. Dus het is een mooi moment om ze op te ruimen. Op dit raam zit ook de dop waar de koningin zelf uit is gelopen. Want hier zie je dat hij niet weg is gevreten, maar mooi open is gemaakt. Daar is ze uitgeboren. Het is echt een redcel. Wordt meestal niet de mooiste koninginnen geven. Ook een lelijk raam en ook nog geen broed. Zo. Ook een lelijk raam. En ook nog geen broed. Zie ik hier de koningin? Nee. De volgende raam had broed, dus die laat ik zitten. Dan heb ik er nu 5 ramen in. Dan kijk ik even in mijn andere bak. Zoek ik daar de mooiste ramen uit. Bijvoorbeeld deze, mooi voerraam. Dan kan ze dan mooi inbroeden. Hoppakee. En deze, ook een mooi voerraam. Ik zal hem even laten zien trouwens. Mooi recht uitgebouwd. Een prachtig raam. Mag ze ook hebben. 2, 4, 6, 7, nog eentje. Ook niet het allermooiste raam. Ja. En dit raam. Ook een mooi donkerraad. Ik hou van donkerraad. Bij overwinter ook graag op donkere raten. Dan pak ik 2 kantramen. Die plaatsen we hierin. En dan sluiten we de boel weer af. Leon, mijn nieuwe stagiaire. Hoi. Ik ga nu de kantramen erin hangen. En dan is de kist weer helemaal gevuld. Gaan ze er voorzichtig erin. Niet te snel.
Anders ga ik erbij gestrest. De eerste hangt erin. En nu de tweede. En die hangt er ook weer rustig erin. Klein schoonheidsfoutje. Oh. Yep. Kijk. Kijk. Dankjewel, Dion. Geen probleem. We hebben het volk nu op 2, 4, 6, 8 ramen. Dat is voldoende voor de winter. Dus we gaan dit volk nog een klein beetje voeren. Want we hebben wel wat voerramen gegeven, maar ik wil ze graag wat bistrong geven. Zodat het, de eiwitontwikkeling, eiwitvoorraad ook goed is. En we gaan de bijen uit de bovenste bak hier nog bij inplaatsen. Zie je het af? Plakee. Mooie grote voerramen. Die kunnen we nog wel voor andere volken gebruiken. Dat zijn mooie honingramen. Of die sla ik zelfs op voor in het voorjaar. Als het gesloten voer is, dan kun je die heel mooi in het voorjaar voeren. Wat ik ook had kunnen doen met dit raam. Hier zit allemaal darrenraad. Als ik dat niet had gewild in het volk, had ik hem hier kunnen afsnijden. Dan hadden de bijen dit nog zelf uitgebouwd. En ze bouwen nu geen darrenraad, daar hadden ze nog gewoon werksterbouw gemaakt. Zo. Nu hebben we een overvloed aan bijen in deze bak zitten. Die kunnen heel mooi dat broed wat hier aangelegd gaat worden verzorgen. Aan de buitenkant hebben we twee voerramen zitten. Dus voeding hebben ze genoeg. Er zit nu zeker 1 kilo of 10 voer in. Maar ik ga daar nog 1 kilo of 2, 3 bij geven met B-Strong. Zodat ook de eiwitverzorging van dit volk weer optimaal is. En dan gaan we kijken of dit nog een goed wintervolk wordt. Daar neem ik jullie weer mee. Dus elke week laat ik hier weer een update van zien. Tot de volgende!